tof vlog. Gefeliciteerd, je debuut tegen je vader. Heel erg speciaal. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Je wist dat deze wedstrijd al ging komen. En ik hoopte ook mijn debuut te maken. Ja, en het werd mijn basisdebuut. Ja, heel speciaal. Wat heb je gedaan toen je hoorde dat je in de baas stond? Heb je je vader iets laten weten? Ja, ik heb meteen mijn vader geëft. Dat was het eerste wat ik deed. Ja, ik hoorde het woensdag min of meer. En toen heb ik meteen een appje gestuurd. Ja. Wat kreeg je terug? Hij zei, goed bezig, leuk, leuk dat we tegen elkaar kunnen spelen. Ja, dit is wel extra speciaal. Debuteren is natuurlijk al mooi, maar wat voor gevoelens had je vanochtend toen je opstond, wetende dat je vandaag zou debuteren? Ja, heel bijzonder gevoel. Vrijdag kwam het een beetje naar buiten dat ik zou spelen. Kreeg ik ontzettend veel berichten van vrienden, familie. En helemaal omdat het tegen mijn vader was, is het specialer. Dus een beetje nerveus. De eerste keer is altijd wat spannend. Maar als je op het moment dat je op het veld staat, is dat eraf en ga je er gewoon vol voor. Heb je voor die wedstrijd ook nog even een korte ontmoeting gehad met je vader? Ja, toen ik het veld opliep heb ik hem een knuffel gegeven. Maar dan verder helemaal niet mee bezig? Tijdens die wedstrijd denk je niet aan, je ziet hem af en toe zitten misschien, maar meer niet. Dan wil je gewoon winnen? Ja, dat moet denk ik niet. Je moet met het spel bezig zijn. Natuurlijk zie je hem dan en dan denk je, hey, weet je wel. Maar daar let je niet heel erg op. Je let op het spel en daar ben je mee bezig. Wie van de twee kan u het meest tevreden zijn na vandaag? Allebei niet, denk ik. Vooral de familie kan blij zijn met het gelijkspel. Maar ik denk dat mijn vader had gehoopt op 3 punten. Hij had er ook meer recht op, denk ik. En wij kunnen beter. En daar moeten we aan werken. Dus dan is het over een paar weken achteraf mooi om dit terug te kijken eigenlijk. Maar de wedstrijd verder vergeten. Ja, laten we het bij het debuut tegen elkaar houden. Ja.